Hey, goeiedag jongens en meisjes, welkom hier bij Dream Team Gaming. Hier de derde aflevering alweer van Farming Simulator 22 op de map Elm Creek. Jawel, dat gaat weer lekker zo. Ja, vind ik wel trouwens. De vorige keer dat veldje aangepakt. En dan hebben we nou eigenlijk nog twee velden te gaan. Dus dit veld, of dit perceel zeg maar, is gekalkt, dus er moet nog gecultiveerd worden en ingezaaid worden met koolzaad. Althans, dat is wel mijn bedoeling, want dan kunnen we daar misschien nog een beetje opbrengst uit maken. En dan zien we volgend seizoen wel verder wat we dan precies willen gaan opbouwen. Ja, en deze ligt al klaar, die kan als het goed is ingezaaid worden, hoop ik. En anders moet die eerst gecultiveerd worden, dat zou ook nog kunnen, dat zien we gauw genoeg. Maar ik wou dit dus als eerste eens even zorgen dat we deze twee velden klaar krijgen. Want dan hebben we dat gewoon klaar, kan het groeien. Zonder dat we daar weer mee in de problemen komen qua tijd. Want we blijven er allemaal tegen aanhikken. En dat is toch ook niet echt prettig, moet ik zeggen. Dus gaan we dat eens even aanpakken nu. Even kijken, ik heb het nou daar staan, is ook zo. En dan gaan we later straks dus ook nog even landbouwkalk zien te produceren. Dat is echt waar. We gaan vandaag toch nog even weer rond een 15.000 investeren, denk ik. En dan hebben we een eigen... Wordt dat een eigen kalk gebeuren? Dat is toch altijd wel weer prettig, dacht ik zo. Zo, zetten we de cultivator op het land. Even op een hulpje. Kost me wel een paar euro, maar goed. Dat heb ik er wel voor over. Dat is niet zo'n groot probleem. Het scheelt me wel even enorm veel tijd. En we hebben het zo druk, hè. Oh, wat een beetje druk. Zo. Gooi je gang mee, jong. Ready ermee. Zo. Dat pak me later eventueel wel. Dan spring ik in de andere Johnny Boy. Dan ga ik aan het zaaien. En dan moet er ook nog bemest worden eigenlijk. Dat is ook nog wel even een dingetje. Maar goed, komt vast allemaal wel weer voor elkaar. Eerst maar aan het zaaien. Je kunt maar één ding tegelijk. Mooie collega. Nou, begin ik hier aan deze zijde. Gewoon omdat ik kan. Om de gek. Dan hoop ik dat ik dit gewoon al netjes kan zaaien. Oh ja, natuurlijk. Wist ik wel. Moet ik hem wel aandoen. Is ook wel handig, moet ik zeggen. Het werkt een stuk prettiger. En yes, het werkt jongens, gelukkig. Dikke, dikke prima, dat weet ik zelf ook een stuk. Zo. Ah, daar gaan we schier af weer. Dat krijgen we wel voor elkaar. En misschien denk je wel van, goh, alweer cultiveren en zaaien. Ja, ik weet het. Maar we moeten toch ergens beginnen, jongens. En op deze manier heb ik toch het vermoeden dat we zo wel geld gaan verdienen. En dat is op het moment even wat het belangrijkste is. Willen we überhaupt wat meer gaan bereiken, hè? Dan hebben we toch geld nodig.
Ja, vergis je niet. Het is ook zo een keer weer gebeurd, hè? Wat dat betreft. Ik ga gewoon even zo rondcrossen. Vind ik even gemakkelijker. En waarom zul je het jezelf moeilijk maken? Als je het zelf ook makkelijk kunt gaan maken. Dat is natuurlijk een beetje dom, hè? Beetje dom, hè, dat doet. Nou, voor mij is deze straks ook in een poep en een scheet weer klaar, joh. Dat gaat dan wel vlot. Het lijkt altijd dat je er een poos mee bezig bent, maar dan begin je en denk je, och. Ook alweer klaar, ja. Easy peasy. Stelt jij niks voor, mignon. Zo. Lekker bezig, man. Dan is er wel weer een kans dat er op het veld voor ons, waar onze hulpje bezig is met cultiveren, dat er rots, ja, nou ja, het bewijs is er al, de lichtrots. De kans is er niet, het is gewoon al werkelijkheid. Maar dat komt allemaal wel goed van pas straks. Maar dat zullen we nog wel zien. Hoop ik. Gaan we in ieder geval wel vanuit. Iedereen die ook weer die duimpjes omhoog gedaan heeft, weer enorm bedankt, hè. Helemaal super. Zeer gewaardeerd. Zo, weer een maandje. Het gaat weer gelikt, jongens. We doen weer ons best. Nou, laat mij dan maar even gauw verlangs. Ja, sorry. Niet direct zo dramen. Beetje collegiaal blijven. Anders wordt het niet wat. Zij mooi vlot weg. Dikke prima. Dik en dik voor elkaar. Nou, en diegene die aan het cultiveren is, gaat zo'n beetje gelijk op. Die hebt een spulletje ook zo alweer klaar. Zo kan je wel even nagaan dat geld wel even uit kan zo. Lekker hoor, 2-3 baantjes denk ik. En dan met de koolzaad, de perceel er ook al in. Gaat toch super mooi, dacht ik zo met elkaar. Jawel.
Niks mis mee. Dat doet hij toch wel netjes. Lijkt ook wel hartstikke mooi, hè? Keurig, keurig, keurig. Zo, we daar weer in. En zo zijn we lekker bezig. Ik ruik de eurotjes al. Ja hoor. Het is echt waar. En dat stinkt. Ja. Dan geef je er ook altijd weer enorm snel uit. Weg met die stank. Ja, vind ik een leuke. Zelfverzonnen ook nog. Dat is echt waar. Er zit geen copyright, niks op. Helemaal gewoon vrij zelfverzonnen. Iedereen mag hem gebruiken. Maar vermeld mijn naam dan wel als credit. Dat zou ik leuk vinden. Kijk, een beetje dom. Lullen moet ook kunnen. Breek zo lekker de week. Zo. Allee, holé, hola. Klaar weer. Nou, hij is nou even aan een culti dingensen. Check de sign, misschien die eerst even weer. Weg. Zo, pak hem straks wel weer terug, als we het er weer aan toe hebt. Zo. Een ziek idee. Zo, en dan gaan we eens even kijken. Eerst trek het uit. Nou, even kijken voor een mooi plekje waar we nog even wat kunnen plaatsen. Misschien was het wel ideaal als ik het... Nou, hier niet. Dan is de doorgang helemaal verdwenen. Ik moet dat later ook nog even met de schep erbij. Even wat wegtengelen. Uitvlakken. Door naar beneden, hier wat omhoog. Een beetje geven en nemen. Misschien... Kan ik hem hier plaatsen, een mooi kalkfabriekje. Maar dan zullen we wel eens even over hebben met die jongelui. Maar ik wil toch kijken inderdaad dat als het mogelijk is dat ze hem dan hier neerpoten. Maar we zullen ze even vragen. En dan zien we het wel. Dus komen ze hem straks brengen. Dus. En dan hebben we dat ook allemaal weer geroggeld. En dan ga ik nou even de trekker weer starten. Dan doe ik even de steenrapen erachter. Oh, potverdorie, de kraabom. Gaat weer lekker met mij, hè? Goed bezig. Ach wat, moet ik eerst mijn karretje weer verzinnen. We hebben dat ellendig rotding weer. Pinkor eerst echt eens verkopen. Zo, laat mijn mond staan zo. Er gebeurt niks mee, hoop ik. En anders maar wel. Er is niks aan te doen. Zo, doen we die erachter. Hartse plaats.
Pok, schamelaars, wegtikken. Geeft niks, kan er wel hebben. Wacht eens even, ik kan beter aan de andere kant beginnen. Dat is hier even wat makkelijker, denk ik. Zo, dan gaan we hem uitklapjen. Zo. Nog eens even naar de zaken, dat is nog makkelijker eigenlijk. Zo, een beetje kriskras eroverheen. Het is niet normaal zoals het hoort misschien, maar ik vind het wel even lekker makkelijk. Het is er nog niet in gezaaid, dus dat scheelt alweer zoveel. Het is geen dikke rots dit keer. Al mijn kleine kiezeltjes. Nee, niet. Moet ik toch even af. Zo langzaamaan krijgen we er steeds weer wat moois bij. En krummelt Wabbert Laan ook mooi rustig vooraan. Hè? Zo, hier nog weer langs. Ik vind wel dat er op dit perceel heel veel steen ligt. Nou, ja, misschien komt dat wel goed van pas. Wat zal er gebeuren als ik hier een hulpje op zet dan? Nou, dan gaat je ook wel. Dat is keurig. Niets mis mee dan, als het zo door blijft gaan. Ik zal in die trekker rennen, dan zetten we die weg. Ja, ik weet het. Hoppadee, die is fort. Ik kan weer onder dak trouwens, hebben we ook niet meer nodig nu eerst, voorlopig. Zover als ik weet. Dus dat is ook wel weer een goed iets. Laatste flats. Ah, weet wat, dan knup ik hier de zaai misschien gewoon weer achter. Moet ook wel wilden, dacht ik. Kan deze ook wel aan. Ja, gaat wel goed komen. En anders niet. En ik pech. Zo dan.
ben ik hier alweer. Dan hebben we dit in ieder geval weer klaarstaan hier. Hartstikke mooi. Dan loop ik even naar binnen en kijk naar het mailtje heb. Ik ben net even weg geweest buiten de camera om, hè. Nou dan, oké. Goh. Hoe is het mogelijk? Ze beweren dat ze hem al hebben geplaatst. Zo rechtstreeks van een trailer eraf. Of zo, weet ik veel hoe ze het gedaan hebben. Geen flauw idee, maar hij moet er staan. Ach, kijk aan, hier staat hij dus ook nog daadwerkelijk. Hebben ze toch wel schier afgevlakt, geloof ik. Ja. Ik heb wel eens mindere dingen gezien. En dan nu, wat is dit voor ding? Hier gooi jij stenen, wat je dus van het land haalt. Wat we nou ook aan het doen zijn dus. Kiep je hierin en als het goed is, malt hij dat of weet ik veel. Als het allemaal functioneert naar beloftes, dan komt het hier er weer uit. Of kun je het hier er weer uithalen als landbouwkalk. Hoe hip is dat? Huh? Is even een investering misschien, maar ik weet echt zeker, als dat ding functioneert, dat we het echt terugpakken. Want we maken ons eigen kalk. En laten we het zo eens even testen. Knallen we er even wat gesteente in hier. Die helper was wel bezig, maar het heeft niet echt super veel geholpen, moet ik zeggen. Dat was in een poep en een scheet klaar, terwijl de helft er nog op ligt. Hè? Dus dat werkt niet helemaal naar behoren, maar heeft niks. Komt allemaal wel weer goed. Doen we het zelf hebben. Ook geen enkel probleem. Dan zag ik daar verderop een klein pluk in een rots. Waar was het? Hier ook. Kijk. Hoppatee, pakken we ook even mee. Dan wil ik onze zaaimachine eigenlijk even op mulpje zetten hier. Even prettig. Zodat ik de stenen eraf heb, dan neem ik het wel weer over. Dan mag hij naar huis. Zo. Prachtig. Zo, gooi je hang maar. Ik vind af en toe wel dat de rots laat ziet liggen. Beetje lastig. Maar misschien moet ik een bril hier opzetten. Dat kan ook natuurlijk. Dat weet je nooit. Ik ben ook aan de kriskras er overtengeld steeds. Toch niet zo'n handig iets, denk ik, want op een gegeven moment weet je ook niet meer wat je al gehad hebt eigenlijk. Beetje dom van mij. Ja, aldoende leert men ook weer natuurlijk. Kijk, wat we daar nou doen. Hats of lats. En nou
Ligt er hier dan wat? Liekt het? Ja, kijk. En dan hebben we het klaar, jongens. De gesteente is eraf. Wel waak. Nou, dan gaan we testen. Kiepen we het eventjes hierin. Als dat allemaal lukt. Of ik moet een shovel bij hebben, dat kan ook. Maar dat zien we zo meteen. Achter stenen overladen. Ik ben benieuwd. Wordt dit onze eerste kalkproductie? Zo, dat gaat snel leeg. En dan, als het goed... Kijk, de eerste 3 liter aan kalk hebben we. Haha. Dus 2000 liter aan steen is 2000 liter kalk. Dus kortom, 639 liter kalk gaan we nou produceren. Als dat mag kloppen. Lekker man. En hoeven we daar niets meer voor te kopen. Hartstikke mooi. Nou, kijk of ik deze daar weer naast kan drukken. Want wat zal het kosten ook nog maar mee? Ik weet helemaal niet meer wat het kost, zo'n kar vol kalk, maar... Als je daarna gaat dat je die wel een paar keer nodig hebt... Dan mag je toch blij zijn dat je het nou zelf kunt maken met een rots wat... Op je land gratis voor het oprapen ligt. Dat is toch echt dubbele winst, lijkt mij. Maar misschien kom ik daar ook nog wel op terug. Wie zou het zeggen? Kan maar zo natuurlijk. Zo. Dan wil ik nog een... Ja, ik doe de kalkstrooi erachter. En dan doe ik de kalk er in mijn huid en dan wil ik me even wat bemesting ophalen. En dan kunnen we er even over het land heen de bemesting erop tengelen. Waar zit ik met de kalk even neer? Ik dacht hier even. En we hebben er geen last van in eerste instantie en dan kan ik het later wel even met een... voorladertje of zo even oppakken en wegwerken. Of kan ik het ook weer? Daar kan ik het niet dumpen, die silo, denk ik. Ik wel zeker. Dus dan moet ik het hier 3 even uitgooien en dat ga ik nog even doen. Zo dan, rustig geworden. Hou hier 2 pelletjes. Eerst overleven. Ja, dan gaat hij nou even die kant op, dan haal ik even kunstmest op. Oh, dat is echt een binnenbocht. Zo, kijk aan, dan zijn we weer retour op ons mooie stukje land met... kunstmest. 5000 litertjes heb ik even opgehaald. Ik denk dat ik daar wel een eind mee kom. Daar gaan we wel mee redden, dacht ik zelfs. Dus dat gaan we ook even doen al. Is dat gelijk mooi bemest. Dat is toch al even weer extra mooi voor de opbrengst van dit een mooi stukje land. Oh, vergeet me net weer een klein strookje. Nou ja, dat mag de pret eigenlijk niet drukken. Zo. Nou, broezen we gelijk hier overheen. We zijn toch in lijn, dus... En hij is ook klaar, dus... Alleen nog één keer moet hij eroverheen. Nou ja, dat
komt ook wel goed. En we hebben een prestatie ontgrendeld. Zo, heb je spraakgebrek. Plantrijk. Kijk eens aan. Nou, hoe mooi is dat? Zo heb je in de pocket meegenomen. En jullie zijn getuigen. Te gek. Netjes. Hoppatee. Oh god, nog niet eens 300 liter gebruikt. Daar praten we over. Zo, ik heb het er ook in, jongens. Super. We hebben het eindelijk klaar. We hebben onze perceeltjes er weer mooi bij liggen. Mooi bewerkt en ingezaaid en al bemest uiteindelijk zelfs al. Dan zijn we mooi voor het slechte weer aan. En dan kunnen we nou eens focussen op andere dingetjes. Nou, je moet meestal toch beginnen. Ja, dan moet je wat dingetjes doen wat in de herhaling valt waarschijnlijk. Ja. Is misschien niet altijd even leuk. Maar het hoort er wel bij. Dat hebben we nou gehad. En dan kunnen we weer verder kijken. Kunnen we misschien wat contracten gaan doen voor wat geld. In de tussentijd weet ik veel. We gaan het allemaal beleven. Het is zelfs zo spannend. Ik weet nog niet wat we gaan doen. Dus hou het gewoon in de gaten. En dan zien we het wel weer. Zet ik deze weer onder dak. Hier, oh. Boom op de smeerkelder. Klein beetje scheef erop. Zodat het voetje niet in de midden staat. Zoiets. Yes. Hartstikke mooi. Prop ik deze ook onder dak. What a night. Zo, dat gaat beter. Rennen we even gauw naar de volgende trekker. Oh, wat heb ik een gang. Zo, kan ook alweer onder het dak. We hebben drie perceeltjes klaar liggen met moeilijk woord, koolzaad. Ja, ja, dat hebben we erin gepoot. Hartstikke mooi, kan lekker groeien. Ben ik benieuwd hoeveel geld het ons uiteindelijk opbrengt. Het is bemest, dus we hebben ook wel een redelijke opbrengst straks. Het is op dit moment, zal het laten zien, 50% bemest. Nou, dan komt er nog een keer een moment dat er onkruid op komt. Dan moeten we er even afhalen om een behoorlijke opbrengst te behouden. En dan nog een keertje bemesten, op 100% zetten. Nou, dan hebben wij toch al ons best gedaan. En dan gaan we meemaken wat het brengt aan geld. Ik ga nou eerst eens even slapen. Nou ja, slapen. Ja, slapen ga ik inderdaad doen in mijn tukkie. Middagdutje, ik ben al een beetje op leeftijd natuurlijk. Dan ga je dat wel vernemen, hij 5 minuten wat doet. Dat, ja. Moet je wel omdenken. En dan ga ik in de tussentijd ook eens even bedenken wat we gaan doen de komende dagen. Dit is toch een beetje sneller verlopen dan dat ik eigenlijk gedacht had. En dat is alleen maar goed natuurlijk. Maar dan ga ik jullie nou wederom bedanken voor het kijken naar deze serie en natuurlijk naar deze aflevering. Helemaal top, bedankt voor jullie steun ook. Super, super, super. En ik hoop dat jullie er weer van hebben genoten als jullie op dit punt zijn. Want dat is een teken dat je het helemaal gezien hebt. Helemaal top. En ik hoop dat jullie gezond blijven en dan zien we elkaar bij de volgende video weer. Bedankt hè jongens.
Bedankt voor alles, dames en heren. Laters. Yo. En goed gaan. Yo.